In de Singel in Woerden is dinsdagochtend een woonboot gezonken. De bewoner, die niet aan boord was, werd door zijn buren ingelicht. Hoewel de brandweer dat niet wilde, ging de man toch aan boord om zijn twee honden die binnen waren te redden. Dat lukte. Hij kwam met beide dieren naar buiten. De brandweer heeft de elektriciteit van de gezonken boot afgesloten. Over de oorzaak van het zinken van de woonboot is nog niets bekend.